Dat... Ja. Ja, Roos. Tot zover zendtijd politiek correcte partijen. Hoezo? Die 81% kan je niet weglachen en dat gebeurt standaard. Wacht even, hoezo zendtijd politiek correcte partijen? Omdat het politiek correcte elan, wat meneer Pechtold zelf ook toegeeft... Dat is zijn opvatting gewoon. We gaan toch ook niet zeggen politiek incorrecte partijen als u wat zegt? Dit is een politiek correct standpunt. Dit is een politiek standpunt. Ik ben heel boos kijken, mevrouw. Ik ben helemaal niet boos. Ik vraag me gewoon af waarom die kwalificatie erbij moet. Omdat meneer Pechtold zelf heeft gezegd dat hij vroeger ook... ontkende dat die groepen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Dan kijk je weg. En dat wegkijken, daar is meneer Pechtold mede verantwoordelijk voor... en dat doen veel meer politieke partijen... dat is precies de reden geweest waarom het nu zo'n puinhoop is geworden... in die multiculturele samenleving. Dat is dat wegkijken. En dan kan je nu zeggen van, ja, ik zie het nu ook wel... maar dan ga ik wel in gesprek met die PVV-stemmers... die terecht de kwaadheid hebben, die terecht... zich zorgen maken over Nederland. Mm-hmm. En dan ga je zeggen, ja, nou, die mensen die zien dingen die er niet zijn. Nou, die zijn er wel. Meneer Roos, ik heb soms het idee, hè, er wordt heel veel de elite en het politiek correct. Ik heb zo langzaam het idee dat we na de afgelopen jaren... dat we de andere kant zijn opgeslagen. Dat het populistisch correcte, dat alleen nog maar gehoord mag worden. En dat als een politicus die zegt... In de jaren 90 keek ik daar misschien wat anders tegen aan. Dacht ik, nog wat, weer met welzijnswerk... Dat racist uitgemaakt worden. Niet te grote woorden. Als ik nu zeg, en ik zoek naar die kiezers... Hè? Als ik nu zeg, dat inzicht, daar moeten we anders mee omgaan... Dan kan je wel gelijk boem, boem en denken, ik heb weer gelijk... Dat vind ik het nieuwe correcte. Dat gescheld en dat afstand zoeken in plaats van te denken... zegt de ander ook iets. U hoort mij toch helemaal niet schelden? Waar heeft u het over? Nou, hij heeft niet gescholden, toch? Nee. Maar Jan is wel boos. Hij is wel boos. Je bent boos, Jan. Ja, dat mag. Vindt u nou, als je terugkijkt... dat, laten we zeggen, de verkleuring van Nederland... dat zie je in de statistiek, dat zie je in de ongenoegen... wel of niet op feiten gebaseerd, is dat te snel gegaan? Zijn er te veel? Nou, je kan aan onze voorouders vragen die in de 60- en 70-jarigen... op verzoek van de werkgevers mensen uit het Rifgebergte en Anatolië haalden... of dat verstandig was. Maar ja, ze hadden ook kunnen bedenken dat als je jonge mannen haalt... dat die verliefd worden of verliefd zijn en wat hebben... daar gaan we nu anders mee om. We leren... We hebben bij de Somaliërs die een aantal jaar geleden kwamen... die hebben geen taal geleerd, daar zit de helft van in de bijstand. Nu bij de Syriërs ben ik degene die tegen het kabinet zegt... dag één taal is. Want integreren is de taal spreken, is naar school gaan, werken... en je aan de wet houden. Maar de vraag is het absorptievermogen van de maatschappij met de geschiedenis... Zijn we daar niet iets te snel in gegaan? Dan moet je daar niet van zeggen, misschien moeten de grenzen even dicht... en stoppen we er even mee. Ja, ik snap de vraag. Maar de grenzen dicht zou betekenen... dat is elke keer als ik de vraag krijg bijvoorbeeld... hoeveel Syriërs mogen er komen? En dan zeg ik, als ik nu een getal noem... en de volgende vier is een gezin met twee kinderen... wat uit Aleppo is gekomen. Of het zijn vier homofielen die anders in Iran worden opgehangen. Moet ik dan zeggen, nee, ik had gezegd 25.000? Nee, maar kijk, dat is een verschil tussen vluchtelingen en economische vluchtelingen. Ik ben namelijk ook boos, schreef jij, Jan Roos. Dat ging over jou. Boos, je hebt een brief geschreven aan de PVV-stemmer. Ja. Ik ben boos dat ons land zo te grabbel is gegooid. Boos omdat de multiculturele samenleving een ramp is geworden. Boos omdat wij onze cultuur moeten weggummen voor nieuwkomers... die voor hun cultuur juist alle ruimte krijgen. Boos omdat ons door de elite wordt verteld... dat zal vermoedelijk meneer Pechtold zijn... dat de islam de religie van de vrede is. Terwijl iedereen weet dat het een gevaar is voor onze westerse waarden. En dat gaat dan zo nog een stukje door. Waar is die boosheid ooit begonnen eigenlijk? Door de realiteit onder ogen te zien. En daar word je boos van als je dan kijkt naar de politiek... die daar niets aan doet, omdat het niet leuk is. Zoals bang te worden weggezet als xenofoob of racist. Daar word ik boos van. Een voorbeeld van cultuur moet weggummen. Kun je dat geven? Ja, goed, dit is al een aantal jaren geleden al. Dat, deze op de brief is niet van een aantal jaar geleden, ja, maar ik geef antwoord. Ja? Dat op de Hogeschool van Amsterdam geen kerstbomen meer in de gang mogen staan. Kan je zeggen, ja, wat is het dan? Ja, omdat ze niet de islamitische studenten voor de schenen willen schoppen. Nou, dat vind ik vreemd. Dat vind ik weggummen van onze tradities. Alleen, het ging hier over de Nederlandse identiteit. En die identiteit waar ik voor sta, zijn de westerse waarden. Het gaat over gelijkheid tussen man en vrouw. Ja. Tussen homo en hetero. De persvrijheid, vrijheid van meningsuiting. Ga zo maar door. Daarvoor moeten we staan. Nou, we zitten hier in Amsterdam. Ja. Dit was ooit de gay capital van de wereld. Nu niet meer. Want je kan niet meer hand in hand met je vriendje over straat. Want dan krijg je een paar ongelooflijke opdoffers voor je harses.
Ja, dat is bijvoorbeeld een waarde die we hebben. Dat is bijvoorbeeld een waarde waar wij niet meer zoveel aan hechten. Ja, maar de vraag is ook een beetje in hoeverre jij zelf, met de uitspraken die jij zelf doet, een soort morele autoriteit hebt om te zeggen dat het jouw waarden zijn. Nou, ik zal je vertellen, deze westerse waarden, zoals gelijkheid tussen man en vrouw, gelijkheid tussen homo en hetero, persvrijheid, dat zijn niet per definitie alleen maar de waarden van Jan Roos, hoor. Dat zijn de westerse waarden, ja, over het algemeen. Ja, maar dat zijn de westerse waarden waarvan Jan Roos zegt, ik neem jullie de maat, jullie die zijn binnengekomen met jullie godsdienst, en jullie houden je niet aan die waarden. En dan wil ik toch wel even kijken naar hoe jij je gedraagt. Meneer Bork, wordt u wel eens gepest met uw hoofd? Nee, jij wel? Nee, maar ik heb ook niet zo'n hoofd. Dag meneer, ik ben in mijn hele leven nog nooit zo depressief geweest als hier op de Libellenbeurs met al die lelijke wijven. Kunt u mij alsjeblieft een beetje wijn geven? Ik ben niet zwanger. Zou u het willen worden? Nou, niet nu. Maar over een kwartiertje wel. Onze premier, onze Mark Rutte, heeft verkering met een man. Is dit hoe de norm moet zijn? Is dit hoe men zich hier, als we volgens uw waarden en normen gedragen, dan is dat zo? Het is het derde programma waar ik kom bij de NPO en exact hetzelfde filmpje wordt getoond. Serieus? Dan hadden we dat helemaal niet hoeven monteren. Hadden we dat gewoon nee, deze had je over kunnen nemen van Buitenhof en van Daar is natuurlijk een reden voor, omdat het illustratief is een beetje voor uw oeuvre. Dus de vraag is dan als dit... Het is vrij simpel, omdat kijk, ik speelde een rol in een satirisch programma en daar had ik inderdaad uitspraken, maar ik heb het hier over de Nederlandse identiteit. Over de gelijkheid tussen man en... Maar meneer Roos, u dit nog deed. U had het niet over een satirisch programma. U zei dat u journalistiek bedreef. Dat heb ik niet gezegd. Maar meneer... Zeker, meerdere malen. Nee, ik heb nooit gezegd dat ik journalist ben. Omdat je namelijk als je journalist bent, dat kan ik u ook aanraden, moet je enige vorm van objectiviteit proberen te hebben. En dat heb ik nooit gehad. Jan Roos, zullen we maar... Leg gewoon op tafel wat het probleem is. Dan hoeven we niet dit soort wijverige verwijten te maken. Gewoon zeggen wat er aan de hand is. Ik begrijp niet wat u bedoelt. U begrijpt heel goed wat ik bedoel. Nee, ik ben zogenaamd niet objectief. Pretendeer ik objectief te zijn hier? Dit is programma Pauw en Jinek. Ja. Wij stellen vragen aan iedereen hier aan tafel. Ja. Wat is het probleem? Ik heb weinig problemen, maar u neemt mij de maat dat ik niet objectief journalist zou zijn. Ik neem maar u niet de maat. Ik vraag of dit de waarden en normen zijn waarvan u zegt die moeten bewaard worden in Nederland. Is dit wat u belangrijk vindt? Dat was de vraag. Nogmaals, dit is een filmpje van mijn werk, wat ik hier voorheen deed. Ja. Dat was een satirisch programma waar ik een rol speelde, waar ik geen journalist was. Waar die waarden... Distancieert u zich dan van wie u was? Nee, helemaal niet. Maar als u goed luistert, zeg ik dat ik die waarden heb over de persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting, waaronder dit valt. Waaronder bijvoorbeeld de gelijkheid tussen man en vrouw of homo en hetero valt. Dit gaat niet om of je smaakvolle televisie hebt gemaakt. Ja, maar Jan, het gaat ook denk ik niet over smaak. Het gaat erover, ik kan mij wel tweets herinneren waarin je Tofik Dibi voor vieze poot uitmaakt of zo. En zo zijn er nog wel wat... hallo, was dit het weer? Kruip je weer voor de zoveel? Nou ja, ik geloof dat er nog een beetje een iets betere was dan deze. Maar... Nou, maar mag ik eens een vraag stellen? Kijk, het gaat... ik wil het heel even afmaken, anders blijft dit zo hangen. Ik vind het allemaal prima. Het gaat hier niet, wat mij betreft, helemaal niet. En ik geloof ook voor wat Eva betreft niet over goede smaak. De vraag is dat je zegt, er komen mensen binnen die niet onze waarden hebben. Terwijl ik mij afvraag in hoeverre jij zelf nou zo voor die waarden staat. Ik geloof niet dat jij nou de meest homovriendelijke man per se bent. Want? Nou, door de uitlatingen die jij doet. Jij gebruikt homo heel vaak als een scheldwoord, bijvoorbeeld. Meneer, ik maak over iedereen en alles grapjes op Twitter en social media. Ik zie jou op televisie, zie ik jou op een gegeven moment ergens op de huishoudbeurs een vrouw bij de borsten pakken gewoon, en die vrouw die schrikt daarvan. Ben jij nou op de radio gaan vertellen dat Mark Rutte homo is, dat u nieuws heeft en dat u moet outen als homoseksueel. En dat brengen als een grote primeur. Is dat homovriendelijk of hoe? Prima. Dat is toch niet per definitie onvriendelijk? Nee, maar ik vraag het toch? Ik zeg het. Ik vind het je reinste hypocrisie. Als je de rest van de tafel de maat neemt over dat in Amsterdam mannen niet meer hand in hand kunnen lopen. Waar ik het gevoel van heb, is er iemand hier die dat wel normaal vindt als dat niet meer zou kunnen? Nee, daar vinden we allemaal dat mensen erop gewezen moeten worden dat dat hier kan in dit land. En dan de premier een beetje, en dat was niet in je rol als commentator, maar gewoon op het nieuws, waar de man er al 100 keer over heeft gesproken, te vertellen, ik heb nieuws, hij is homo. Ik vind dat beneden alle niveau en hypocriet. Reageer er even op. Sorry? Reageer er even op.
Ja, dat mag je zeker vinden. Kijk, nogmaals, dit was niet in het nieuws, maar in het programma Echte Janne. Daar hebben we wel meer dingen gezegd en gedaan. En die kunt u allemaal terughalen. Ik zit hier als lijsttrekker van Voor Nederland. Ik heb het over een bepaalde waarde. En dat u mij niet smaakvol vindt of niet grappig. Ja, dat zal allemaal wel, maar dat gaat helemaal niet over waar ik het over heb. Seksualiteit is iets privé. Ook voor een premier. En degene die daar meent nieuws over te moeten maken, gaat onder het niveau en zet zichzelf buiten elke discussie over dat onderwerp. Goed. Iedere dag gaat onze politiek.